Ik ben alweer voor de laatste keer in Den Haag. Ik heb namelijk een afspraak met Marja van Bijsterveld. De dame verantwoordelijk voor de 1040-uur-norm. En onder andere de regeling waardoor ik niet kan spijpelen. En ik ben wel benieuwd, heeft ze misschien zelf al eens gespijpeld? Mevrouw van Bijsterveld, leuk dat u tijd voor ons heeft. Mag ik Marja zeggen? Zeg maar Marja. Ik sprak de vorige keer met Sabine Uitslag. En ja. Die had een vraag aan u. Laten we er even naar gaan kijken. Ik krijg veel vragen van jongeren over die 1040 uur. Zou jij misschien nu kunnen uitleggen hoe het precies zit, zodat daar geen misverstand over kan ontstaan? Dat is eigenlijk gewoon een norm die een minimale hoeveelheid lessen voor scholen voorschrijft. Nou, we hebben een grote discussie gehad over die 1040. Het idee is nu dat we eigenlijk weer helemaal teruggaan naar hoe het vroeger was. Maar ondanks die discussie is het eigenlijk zo, waar vroeger de hele onderbouw 1040 moest draaien, is het inmiddels teruggebracht naar de eerste 2 jaar. En dat is voor HAVO en VWO winst. En daar is tegenover gekomen dat er ook maatwerkuren gemaakt mogen worden op school. En die maatwerkuren, dat zijn eigenlijk activiteiten die nu al plaatsvinden op de school, die vroeger niet mee mochten tellen binnen de 1040, maar nu dat wel mogen gaan doen. En eigenlijk betekent dat de facto dat we 980 lesuren hebben waar alle leerlingen aan deel moeten nemen. En daarnaast nog 60 uur waar kleine groepjes van leerlingen aan deel kunnen nemen. Maar is lestijd niet een beetje achterhaald? Is het niet zo dat we binnenkort allemaal gewoon met een iPad zelf gaan lessen wanneer we daar zin in hebben? Dat we dat thuis kunnen doen in de trein, waar we ook zijn? Nou, ik denk dat je nooit helemaal afkomt van de opzet van een les. Namelijk iemand die met heel veel kennis en liefde kennis overdraagt aan kinderen. Erg belangrijk. Maar ik ben het wel met je eens. We moeten wel met elkaar ook naar een aanpak die beter aansluit bij de leefwereld van jongeren van vandaag. Maar dat moet dan wel snel gebeuren, anders lopen we alsnog achter. Ik denk dat het best nog sneller mag. Ik ben dat met je eens. Ook een hele hoop vragen van jongeren deze week ook weer. U bent natuurlijk heel erg populair bij jongeren, dat is logisch. Een van de vragen was, wanneer komt er een OV-chipkaart voor mbo-studenten? Nou, dat is geen makkelijke zaak. Dat is een vraag die ik heel veel krijg. Op dit moment kunnen we het gewoon simpelweg niet betalen. We doen overigens voor jongeren in het mbo weer andere dingen. Want jongeren in het mbo vinden het vaak onrechtvaardig dat je in het hbo wel een overjaarkaart krijgt en het mbo niet. Maar tegenover het hbo staat weer dat je geen kinderbijslag meer krijgt, wat jongeren in het mbo wel krijgen. Dat voor 18-minners de kosten veel lager zijn als in het hbo. Dus er staan weer andere voordelen tegenover. Maar misschien ooit in de toekomst, als we meer geld hebben, sluit ik niet uit dat die er ooit nog een keer komt. Heeft u de studie van uw kinderen betaald of vond u dat u dat zelf moest doen? Ze kregen natuurlijk ook een studiebeurs, hè? Maar ik heb voor een deeltje ook bijbetaald. Maar ze hebben eigenlijk altijd zelf ook wel gewerkt. Wat doet u naast minister zijn? Als ik vrij ben in het weekend, nou, dan vind ik het gewoon heerlijk om naar Radio 4 te luisteren. Ik ben echt een fan van Radio 4. Ik hou heel erg van klassieke muziek. Ik woon in een heel mooi Midden-Delfland, stadstuin van hier, van de Randstad. Tussen Delft en Den Haag in. En daar wandel ik heel graag. Ik hou van lezen. En ik hou ook heel erg van een goed glas wijn. Dus alles bij elkaar is het meestal een lekker rustig weekend. Maar dan kom je een beetje bij van de drukte hier. En dan ben ik toch wel benieuwd. Ook een vraag die ik mezelf wel een beetje afvraag is, heeft u wel eens gespijbeld of iets gedaan wat wij niet van u weten? Ja, ik ga natuurlijk niet alles vertellen wat jullie niet weten. Nee, ik heb ook gespijbeld. Ik heb ook nog 5 stellingen en daar mag u alleen met ja of nee antwoorden. Dus kunnen we beginnen? Prima. Ja of nee? Ja. Stelling 1, ik vind digitale schoolboek een top idee. Ja. Ik heb Twitter alleen maar om over mijn eigen partij te praten. Nee. Ik maakte mijn huiswerk vroeger ook wel eens niet. Ja. Ik ben blij dat ik in deze tijd zelf geen student ben. Nee. Ik trek me niets aan de studenten- en lerarenprotesten. Dat trekt me zeker wel aan. Omdat ik gewoon weet dat er heel veel mensen tussen die demonstranten staan. Die heel betrokken zijn. En heel erg graag gewoon een hele goede kwaliteit onderwijs willen. En dat is wat ik ook wil. En soms ben je het niet met elkaar eens. En dat gebeurt bij een demonstratie. Nou, dat was hem. Bedankt voor uw tijd. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Succes met jullie werk. Dank u wel. Oké, dag.